Holy shit, zot. Dat is echt een zot, hè? Hey en welkom bij Melee Gamer. Ik ben Joris en vandaag spelen we weer een heel leuk horrorspel. Laten we maar eens beginnen. Zullen we de deur eens open doen? Voilà, zeg. Zien hè? Koud. Kalote regen, je zeiknat. Paraplu, is dat goed voor auto? Mac Jack wordt ervan verdacht de auto te hebben gestolen die ik zoek. Ik moet hem maar eens wat vragen gaan stellen. Maar waar is hem? Trip. Trip toch niet als zoiets. Shit, trip toch kan je, hè? Zit in de zak. Sean? 24 uur. Ik heb minder dan 24 uur om Sean Mars levend op te sporen. Ja, wat zou dit zitten? Ontwikkeling? Ik voel me ziek. Ik zweet. Mijn handen trillen. Ik hoop dat dit lukt. Hoop ik ook. Hey, Bakra, wat ben je daar aan het doen? Oh my shit, jongen, die heeft veel tattoos. Norman Jaden, FBI. Kunnen we even praten? Ja. Ik zoek de eigenaar van een blauwe Chevrolet Malibu 83. Het boeit me niet hoe die auto hier is gekomen en of je hem had gestolen of niet. Ik wil alleen weten wie hem heeft gekocht. Dat wil ik ook wel weten. Sorry man, zeg me niets. Ik ben niet zo goed in het onthouden. Misschien kan ik je geheugen wat opfrissen. Als blijkt dat jij die auto hebt verkocht aan de man die we zoeken, wacht jou een lange vakantie in de bak, tegenwoordig. Moet ik bang worden van dat soort bla bla? Ik heb die klerenwagen nooit gezien, dus rot het op. Wantrouw. Ik vertrouw die gozer niet. Ik ook niet. Ik kan wel een pilletje in het opzetten, ze. Zie ik tenminste sporen. Hier, voetsporen. Precies, is hier wel geweest. Bloed? Waarom is er hier bloed? Ach, hier. Vingerafdrukken. Vast van Mad Jack. Kun je dat niet meer pakken? Ja? Hij is dat analyseren. Oh, toch niet. Wow, nu hebben we te veel in één keer. Airy content. Sporen van orchideestuifmeel gevonden in de lucht in de garage. Dus een dader is hier geweest. Die heeft hier een auto weggebracht. Waar hierheen gebracht. Dus daar moet ik precies toch iets van weten. Dat is de auto waar ik naar op zoek ben. True. Verkeerde panensporen. We gaan eens zien in papieren. In een bureau daar. Ach, hier een knuppel. Of een stuk hout. Hetzelfde bandenmerk als de auto waarnaar ik op zoek ben. Is de auto van de moordenaar hier geweest? Denk het wel. Denk je onder. Nee, dat is dus hier geweest.
Quieres en miembro que hay que. Oh. Ik kan hier misschien ook slapen hebben. Ook wel veel vingerafdrukken. Maar niet waar we zoeken. Oh, hier. Was dat nou een poster van een taf? We zien aan die poster. Oh, dat is van een badameke. Hmm. Gaan we hier buiten eens zoeken? Nee. Eens eens zien dat we... We gaan eens terug met die babbelen. Hmm. Takbril opzetten. Die paard is precies niks. Nee, niks. Achterdochtig. Ik heb geen ene zak aan die zogenaamde Mac Jack. Dus of ze onschuldig als een lammetje, of hij verbergt iets. Nee, dat hem iets verbergt. We zullen er zo achter komen. Als we die groeit rijden, zodat ze een cabine kunnen halen. Ja, even mijn bril opzetten. Spijt, ik wil er niet kunnen mee babbelen, hè. Ik heb alles in die garage gehad, hè. Hier, nog iets. Had ik nog niet gezien. Een analyse wordt lastig met al die modder. Misschien kan ik iets in de schuur vinden. In de schuur. In de schuur. Dat wordt in dit garage hier, of wat? Schuur. Dit zou ook nog niet gehad, hè. Wel, toch wel. Iets in de schuur hebben, maar wat? Wat daar, komt nog iets naar boven. Ook een soort voetstappen. Ook niks. En hier. Is er wat? Shit. Ik denk dat we de regenput gevonden hebben. Oh nee. Kut. Een van je smerensmaten stelde te veel vragen. Ik heb dat bekje van het dicht gesaldeerd. Handen op je hoofd, zak. Ik heb geen tijd om spelletjes met jou te spelen. Ik kan niet meer helpen. Eerst maar eens uit het zicht. En dan leg ik je op. Denk je dat? Ah, oh, nee, met een bril.
Oh joh. Zot. Auw. Dat is een natto. Wapen, wapen, pak dat wapen op. Yes. En nee. Rustig. Niet knallen. Genoeg gekloot nu. Jij gaat me over die man met de blauwe wagen vertellen. Krijg verdomme de tering. Aandringen. Ik heb geen tijd te verliezen, Jack. Ik wil weten van wie die auto is. Wat jij wil, Sanne, mijn reetroeste. Ik verlink niemand. Sluit me dan maar meteen op, lul. Sla. Je hebt mijn neus gebroken, zak! Oh, je bent een zak. En hierna schiet ik een gat in je kop. Vertel, alles graag. Je maakt mij niet bang, meneer CSI. Je bent gewoon een watje. Tweede kans. Laatste kans, Jack. Maak het jezelf makkelijk. Wat wil je doen dan? Je hebt geen killersogen, dus wat? Handboeien omdoen? Ik wil je net knallen, maar... Hou jij van vuurwerk, Jack? Volgens mij zijn ontploffende benzinetanks daar prima geschikt voor. Shit, man. Die tanks zijn geen speelgoed. We zeggen dat het een ongelukje was. Of nee, ik zeg dat het een ongelukje was. Want jij kunt dan niets meer zeggen, hè, Jack? Gestoorde teringhufter. Je bent zo maf als een deurman. Ik weet niets van die gast af. Hij wilde dat ik die oude bak van eindelijk. En hem een nieuwe gaf met een valse plaat. Hij betaalde cash. En ik vraag niks, natuurlijk. Hij zei dat ik het moest laten weten aan ene Paco van de Blue Lagoon als de kaart klaar was. En dat is alles wat ik weet. We zetten dit gesprek voort op het bureau. Je bent gearresteerd. Je hebt het recht om te zwijgen. Alles wat je... Shit, krijg weer een alles wat je zegt kan en zal tegen... Jee, volgens mij heb jij een probleem, man. Schieten. Wat, mogen er nu zelfs dopeheads bij de FBI werken? God bless America. Auw. Ik ga je helpen dat drugsprobleem van je op te lossen, Mr. Five. Ouch. Permanent. Maar waar het in en naartoe? Holy shit, zot. Dat is echt een zot, hè? Ik hang ook nog vast, hè? Wel, ja, je tuut gaat niet helpen. Andere mogelijkheid zoeken. Om eruit te geraken. Die handboeien van mij weet ik nu. Verdomme, hè. Dat lukt niet, hè. Kut. Nee. Shit. Oeps. Dat klinkt niet goed. Daar kan ik niet leven tot, denk ik. Kut. Maar ik kon niks doen, ik zat vast met handboeien. Oké. Dat was dus... een heel triestig einde van die mens. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Want dat was het applaus duimpje achter als je het leuk vindt. En dan zie je tot in de volgende shit of horror game. Dag.